Ik kan vanuit mijn eigen ervaring er wat over zeggen misschien. Ik merk zelf dat waar ik gevoelig voor ben, laat ik het zo zeggen, is de gedachte dat mensen mij veroordelen. Als ik met mensen spreek die misschien heel kritisch zijn tegenover het christelijke geloof, maar het uitstekend vinden dat ik wel in God geloof en zo, dan vind ik dat veel makkelijker dan wanneer ik het gesprek met mensen aanga en misschien maar denk, oh, hè, ze veroordelen mij, ze minachten mij. Ze denken, ja, dat is toch maar een lichte dominee, hij kent er niks van. En, ik ben daar heel gevoelig voor. En ik merk dan dat op zo'n moment dat punt van schaamte en mensenvrees en het beeld van andere mensen over mij wel degelijk doorwerkt in zo'n gesprek. Dus ik zou als eerste dit zeggen, wees je daarvan bewust dat dat een interactie is. Kijk, als iemand voor je zit die een diep verlangen heeft om de Heer Jezus te kennen, maar allerlei bezwaren en moeilijkheden en belemmeringen ziet en het evangelie niet goed begrijpt, wel behoudend, maar niet behouden, dat is een heel ander gesprek. Hè? Als ik denk van, nou, hier spreken we van hart tot hart, ja, dan vind ik dat geweldig. Dan denk ik, je zit zo'n honger naar en verlangen naar de Heer Jezus. Ik hoef maar het evangelie uit te leggen en mensen mogen bij hem komen. Maar als ik proef dat mensen eigenlijk denken van, nou, ik zit hier en jij zit daar, dan gaat die schaamte, dan gaat die minachting, dan gaat de mening van mensen wel degelijk een rol spelen. En dat is heel belangrijk dat je dat van jezelf weet. Moet je dat gesprek dan voortzetten? Nou, ja, goed, ik kom hier niet om de passende antwoorden te geven, maar ik zou vooral zeggen, wees bewust van wat er bij jouzelf, in jouw innerlijk en jouw emoties gebeurt. Want misschien ga je zeggen, nou, oké, ik geef er niet op, dit wordt hart tegen hart. Ik ken wel meer Bijbelteksten dan jij. Ja, daar bereik je nooit het hart van andere mensen mee. Dus het vraagt bereidheid om jezelf te zien en zo nodig ook te accepteren dat mensen jou als gelovigen en christenen afwijzen en denken of misschien wel zeggen, ja, dat is allemaal niks. En dat raakt je als mens, als gelovige. Maar misschien hoort dat in jouw situatie er wel bij als je de naam van Jezus belijdt. Dat je zegt, ik moet door die schande en die verachting van mensen om mij heen gaan. En ik zal het belijden van de naam van Jezus en niet omlaten.